Op veel plaatsen in ons land scheen vanmiddag de zon nu en dan. De temperatuur liep op naar zo'n 7 graden onder dikkere bewolking tot 9 graden in de volle zon. In Schiphol werd het afgerond zelfs 10 graden vandaag. Vanavond dan gaat de temperatuur vanzelfsprekend dalen. Het is op de meeste plaatsen droog en uiteindelijk ligt het kwik rondom 5 graden halverwege de avond. De wind die is dan meestal matig en die blijft morgen ook matig en ook vannacht. Maar in het noorden neemt de bewolking wel toe. Mogelijk valt de dikkere bewolking een spat regen. In het zuidoosten klaart het op en daar kan het regionaal misschien licht vriezen. Morgen zien we de meeste bewolking in de noordelijke helft van het land. Heel lokaal valt er misschien een spat regen. In het zuiden is de bewolking dunner. Daar blijft het droog met ook vaker de zon. Uiteindelijk wordt het overal zo'n 8 tot 10 graden. Vanaf donderdag dan is het ronduit zonnig dankzij een hoge drukgebied. Er is weinig wind en de temperatuur loopt met name in de middag flink op met op vrijdag lokaal misschien 16 graden. Opvallend genoeg blijft het in de vroege ochtend licht vriezen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.